Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Belachelijk vroeg. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Een echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. En ik heb dit, oh god, zo vaak al uitgelegd. Burgemeester Halsema is fantastisch. Een geweldig mens. Vreselijk intelligente vrouw. Alleen de stad waar zij de burgemeester van is, is een absoluut shithole. En deze stad is zo afschuwelijk waardeloos dat ik er echt. Ik wil weg. Ik wil hier niet wonen. Ik wil hier weg. Maar dat wil ik al heel lang. De vraag is alleen een beetje waar en hoe. Wat is er allemaal mis met deze stad? Oh, God, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen. We zitten nu. Ik ben min of meer de leeftijd van burgemeester Halsema, rondom de 50. En op deze leeftijd erger ik me eigenlijk aan alles. Ik erger me gewoon aan alles wat er gaande is in deze stad. Ik vind helemaal niks meer leuk. En mensen zullen zeggen, ah, jij bent een oude zeikert. En dat zal zonder meer waar zijn. Dat zal zonder meer waar zijn. Ik ben een oude zeikert, maar lieve mensen, kijk nou toch even. Dit is het parool. En dit is een plusartikel. Kijk, dit artikel krijg ik cadeau. Dank u wel, mevrouw Parool. Deze Amsterdammers gaan de race om de VS van dichtbij bekijken. Really? Vrijdag vertrekken vier jonge Amsterdammers naar New Hampshire en Washington om de Amerikaanse voorverkiezingen mee te maken. Maar ik ga niet 5 uur in de rij staan voor een selfie met Bernie Sanders. Dit is van Tarim Ramjan. En dit is van gisteren. Leuke foto. Zij heet Veerle Nicolai. En zij is een trainee bij het Europees Parlement. Op een woensdagavond in september. Het klinkt nu al als een jongensboek. Als een spannend jongensboek. Ontmoette Marijn Super, 23 jaar, voor het eerst Veerle Nicolai. Die trainee is bij het Europees Parlement. Dat klopt, dat staat hieronder. Oh, sorry, de foto is van Carly Wollaert. Moet je wel even bij vermelden. En van donderdagochtend tot en met zondagavond waren ze meteen tot elkaar veroordeeld. Naast elkaar in de bus. Tijdens een excursie door Nederland. Waarom is dat nodig? Kunnen we die Marijn ook zien? Heel even scrollen. Heel even scrollen. Dit is Marijn. Ah, daar is hij. Marijn Super. Die heeft een tussenjaar, deze jongen. Hij is 23. Oké, we gaan door. Komt hij aan. Ik ben ook op reis geweest in Zuidoost-Azië. Maar ik merkte dat er zoveel te zien is in je eigen landje, vertelt Super, die in een tussenjaar zit. En dat klopt, hè? Kijk, staat onder die foto. Dit is Marijn, die heeft een tussenjaar. Tijdens zijn reis sprak hij met de burgemeester van Breda en een visverwerker in Zeeland. Juist, die Marijn, die heeft allemaal nieuwe dingen geleerd. We zijn zelfs naar een heel slechte wedstrijd tussen Fortuna en Sparta geweest. Ondertussen keek ik op mijn telefoon naar Ajax. Och. Dit is Diederik Stadig. En hij is promovendus in politieke economie. Deze jongen die gaat dokter in de economie worden. Hij is wat ouder. Vrijdag mogen Nicolai en hij weer op reis, maar dan wel duizenden kilometers verder, naar de Verenigde Staten. Spannend! Super en Nicolai, geboren en getogen Amsterdammers.
Neem een deel aan de BKB-academie van campagnebureau BKB. Dat doen ze samen met Minke Grommer, 27, die net begonnen is in de advocatuur. En Diederik Stadig, promovendus in politieke economie aan de Vrije Universiteit. Nou, dat klopt. Diederik Stadig klopt. Dan gaan we kijken naar die andere dame. En zij heet Minke Grommer, net begonnen in de advocatuur. Dus dat klopt allemaal. Dat hebben ze goed. Buitenstaanders. Vrijdagochtend, dat is vandaag, hè, lieve mensen. Dit is nu aan het gebeuren. Die kids. Trouwens, weet u wat mij opvalt? Veerle zo white. Diederik zo white. Minke zo white. En Marijn zo white. Ik weet niet hoe. Ik denk dat er iets schort aan het diversiteitsbeleid van BKB. Al 20 jaar leidt die academie politiek geëngageerde jongeren op tot doorgewinterde campagnevoerders. Met 2 bijeenkomsten per maand en met 2 reizen verbreden ze hun horizon en netwerk. Ach. Vrijdagochtend vroeg, nu dus, vertrekken de 4 BKB'ers, want zo, dat zijn het, dit zijn BKB'ers, die zien er zo uit, die zijn allemaal heel wit. En een vleugje privileged. Dat wil je natuurlijk ook. Hij is wel een beetje alto, hij is wel een beetje alternatief. Kijk, hij heeft die tatoeage, maar ja, hij is ook degene die niks aan het doen is. Hij heeft een tussenjaar, die is bij zijn ouders aan het lummelen op de bank. Of misschien betalen papa en mama een dure kamer ergens. Vertrekken de 4 BKB'ers met de rest van de groep naar New Hampshire om de voorrondes van de Democraten voor de presidentsverkiezingen van dichtbij mee te maken. Ze sluiten af met een paar dagen in Washington. Ze hebben de chaos bij de Caucasus in Iowa, een soort volksvergadering, op de voet gevolgd. Nikolai. Iowa heeft niet een grote voorspellende waarde, maar nu is wel duidelijk dat 4 kandidaten heel dicht bij elkaar zitten. Van wie Pete Buttigieg de grootste verrassing bleek. Dat laat volgens haar de verdeeldheid onder de Democraten goed zien. Ja, volgens mij was er een hele hoop schommel gaande, mevrouw Nicolai. Bernie Sanders had gewonnen. Maar net zoals 4 jaar geleden wordt er gesjoemeld met de campagne van Bernie Sanders. Dat noem je de gevestigde democraten versus de outsider. Ik zeg Tulsi Gabbard voor president. Maar goed. Bij de volgende voorronde in New Hampshire haken ze aan. Dat is eigenlijk een oninteressant kleine staat, zegt Nicolai. Het is wel de eerste waar de voorverkiezingen met stembussen zijn. Als je als kandidaat een New Hampshire overtuigend pakt, heb je een vliegende start. Het is een spannend aantal weken tot aan 3 maart, Super Tuesday, waarop meerdere belangrijke staten tegelijk over de presidentskandidaat stemmen. Wat je gaat krijgen is Super PACs. Je gaat hetzelfde krijgen als 4 jaar geleden. Bernie Sanders moet eruit gewipt worden. Er is zelfs een hele lastige campagne tegen hem begonnen. Volgens mij zijn de Amerikaanse verkiezingen een absolute aanfluiting. En ik vond de impeachment vond ik wel zo'n aanfluiting. Dus we hebben gehad eerste verkiezingen waar gesjoemeld werd. Daarna krijgen we Russiagate, wat nergens over ging. Daarna krijgen we Oekraïnegate, waaruit blijkt dat de Democratische Partij 10 keer zo corrupt is als Donald Trump. En dan krijgen we poppenkast rondom impeachment. Nee, het is echt een fantastische democratie met 2 hele partijen. Jeetje. De BKB'ers gaan in 1,5 week praten met campagneleiders, politici en vooral gewone Amerikanen. Succes daarmee. Zo willen Gommer en Nicolai een podcast maken, genaamd De Race om Amerika. Nou, daar blijf ik voor op. Daarin willen ze doorsnee Amerikanen aan de tand voelen over hun stemgedrag.
stemgedrag. Dat kwam vooral voort uit een what the fuck gevoel. Maar we willen daaraan voorbij gaan en vragen waarom ze stemmen zoals ze doen. Mevrouw Nicolai, kunt u aan ons uitleggen wat een what the fuck gevoel is? Want wij spreken geen kindertaal. Gommer, ik heb wel eens door Alabama gereisd en in een Airbnb gezeten met de grootste Hillary Clinton haters, kijk, dat moet allemaal vast, ooit. Die racistische en homofobe dingen zeiden. Maar het waren wel ontzettend hartelijke mensen. Dat kan verwarrend zijn. Ja, als je jong bent. Meneer Gommer. Wat is dit? Dat is mevrouw Gommer. Dat is deze. Zij is net begonnen in de advocatuur. Zij ging ervan uit dat mensen die hartelijk zijn ook allemaal op Hillary Clinton stemmen. Stadig vindt Trump een ongelofelijke clown. Maar hij heeft wel een voorsprong. Hij kan al door het hele land reizen, terwijl de democraten blijven kibbelen. Dit is politieke economie. Fantastische analyse. Nicolai. Sommige mensen kunnen niet accepteren dat hij president is. Maar hij is natuurlijk gekozen met een reden. Heeft ze een idee wat die reden is? Politiek is vaak ingewikkeld, maar Trump is makkelijk en spreekt de taal van het volk. Opnieuw een fantastische analyse. Super wil weten hoe de Amerikanen de staat van hun eigen land zien. Hij gaat daarom met academiegenoot Jonathan Hielkema nog 2 weken 6 staten doorkruisen met een gehuurde camper. Het resultaat moet een documentaire van ongeveer 1/2 uur worden. Die wil ik ook zien. Die wil ik ook zien. Maar wacht even, die Jonathan Hielkema die mag niet naar Amerika? Waarom niet dan? Wat is er mis met Jonathan? Of is er geen foto van Jonathan? Hij heeft ervaring met documentaires, nog campers. Nou, dan weet je zeker dat het fantastisch succes wordt. Gelukkig vallen de weersverwachtingen mee. Eerst voorspelden ze dat het zou sneeuwen. Dat is nu bijgesteld. Hebben we het nog... Wel nog steeds 15 graden onder nul, zegt Super. Kijk, dat is Marijn. Die heeft het tussenjaar. Jezus, dat is heel erg koud. Wie betaalt die camper? Papa en mama. De reden dat hij door het land wil gaan rijden? Als Europeanen zijn we toch buitenstaanders. Het bezorgde kleine broertje van Amerika. We willen daarom de gewone Amerikanen vragen hoe zij denken dat het met hen gaat. Want dat is niet helemaal duidelijk geworden uit de verkiezingen van Donald Trump en 100 miljoen media outlets. Politieke kleur. Uit je bubbel treden staat centraal in de BKB-academie. Niet alleen in politiek, maar ook in sociaal opzicht, zegt Nicolai. Ik ga bijvoorbeeld vaak met vrienden naar het theater. Dat is voor mij vrij vanzelfsprekend, maar niet voor anderen, merkte ik. Mevrouw Nicolai, ik ga graag poolen, een partijtje pool spelen met mijn dochter. Dat is voor mij vrij vanzelfsprekend, maar niet voor anderen, merkte ik. Mijn god, wat leren ze die kinderen tegenwoordig op school. Het is om te huilen, het is om te huilen. In de selectie, uit 150 aanmeldingen worden circa 25 academici gekozen, wordt een zo divers mogelijke groep nagestreefd. Zo zijn de Amsterdammers in de minderheid en gek genoeg allemaal wit. Zie je dat? Dat is gewoon puur toeval, daar kunnen we niks aan doen. Niet geheel onbelangrijk is de diversiteit qua politieke kleur. In de groep heb je enorme extremen. Het gaat van heel links naar heel rechts, zegt Nicolai. En Marijn Super, die zegt dan, vind je? Ik vind dat we een vrij linkse groep zijn. Nicolai denkt er even over na. Het mag extremer, inderdaad.
Maar ik heb nu wel gesprekken met mensen die ik anders nooit zou hebben gehad. Jurist Gommer is daarom bij BKB gekomen. Ik wilde meer discussiëren. Ik merkte dat ik met mijn vrienden telkens op één lijn zat. Nu spreek ik activisten uit alle hoeken van het land. Even goed opletten, deze mevrouw die net begonnen is in de advocatuur, die is een activist. Dat zie je aan haar. Dus ik vind dat ze er ook heel activistisch uitziet. Die ketent zich vast aan de hekken van kerncentrales en zo. Tijdens de sessies worden de jonge academici regelmatig uitgedaagd. Zo moest Super in een nagebootste parlementaire verkiezing een belachelijke coalitie van Forum, 50+, SGP en PVV verdedigen. Dat vond hij belachelijk. Belachelijk vond Marijn dat. Dat zie je ook. Marijn is, die heeft niks met 50-plussers. Forum voor Democratie, grootste ledenpartij van Nederland, heeft niks mee. PVV, dat is een clubje dwazen. Dat ben ik met je eens, Marijn. SGP, dat zijn gekke christenen. Ja, daar heb ik ook niks mee. Ja. Maar is het belachelijk? I don't know. Alle politiek is belachelijk, Marijn. Dat leer je later als je groot wordt en papa en mama geen dingen meer betalen. Zo ondervinden ze welke retoriek werkt en welke niet. Gommer, die kennis kunnen we in ons werk heel goed gebruiken. Ja, Marijn werkt niet. Die slaapt bij zijn ouders op de bank, mevrouw Gommer. Dat blijkt ook uit het indrukwekkende rijtje politici dat verbonden was aan BKB. En daar komt het, want het is een eliteclubje. Waartoe kandidaat-urlementariër Catharina Rinsema, VVD. CDA-voorvrouw en staatssecretaris Mona Keizer en SP-kamerlid Peter Quint behoren. Met als kers op de taart. Help ons allemaal. Thierry Baudet. Voorman van Forum voor Democratie. Dat maakte op de vier Amsterdammers geen indruk. Het schijnt zelfs dat hij tijdens zijn deelname aan de academie helemaal niet opviel als buitengewoon politicus in spe, zegt Super. Leuk. De academie heeft de jongeren er wel bewuster van gemaakt wat het betekent om de politiek in te gaan. Promovende stadig. Wij hadden op een gegeven moment een lezing van een vrouw die campagne voerde om het Europees Parlement in te gaan. Met een verschil van 50 voorkeurstemmen is ze daar niet ingekomen. Ze zag haar droom in duigen vallen. Een jaar na de verkiezing was ze er nog kapot van. Je krijgt mee hoe fragiel het bestaan in de politiek kan zijn. Oh mijn god. Voorstadig achter de schermen. Voorstadig is de politieke reis naar Amerika geslaagd als hij de campagne van de Democraten van dichtbij kan bekijken. Ik wil achter de schermen van de machinerie kijken, zodat je meer ziet dan alleen in de clipjes op CNN. Meneer Stadig. Misschien iets anders kijken dan CNN? Weet je, wat alternatieve media, et cetera. En dan kun je zien dat het één grote corrupte bende is. En dat is al... Nou, sinds de Clintons vrij helder en duidelijk. En we kunnen verder terug aan Reagan, et cetera, et cetera. Ik moet er even kotsen in mijn mond, maar goed. Of er een kans is dat hij ook bij de Republikeinen een kijkje kan nemen? We weten nog niet of Trump straks in New Hampshire is. We houden de kalenders en Instagram pagina's met zijn allen in de gaten. Maar ik denk sowieso niet dat je zo dicht bij hem kan komen als bij de Democraten. Overigens moet je ook voor de kandidaten van de Democraten de nodige offers brengen, wil je ze persoonlijk ontmoeten. Zo is Nicolai's ultieme doel een selfie met Bernie Sanders. Maar voor zijn partijgenoot Elizabeth Warren
moesten toegestroomde fans wel 5 uur in de rij staan. Dat ga ik natuurlijk niet doen, zegt Nicolai. Een uur vind ik al lang genoeg. Dus deze politica in spe, zij wil de politiek in, deze dame, die is bereid om een uur in de rij te staan voor een selfie met Bernie Sanders. En volgt dezelfde academie als Thierry Baudet. De BKB Academie. Sinds 2000 is de BKB Academie actief. Dit jaar zijn er 28 deelnemers. De internationale reis is het hoogtepunt van het academiejaar. Dit jaar gaat de reis naar de Verenigde Staten. Eerdere reizen gingen naar onder meer de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika. Fantastisch democratisch land. En Duitsland. De presidentsverkiezingen in Bosnië en Herzegovina. En Israël is ook een leuk land. En het EU-grondwetreferendum in Frankrijk. Nog zo'n fantastisch succes. Het alumni-netwerk telt zo'n 450 leden. Bekende afgestudeerden die niet in de politiek zitten zijn Siebert van Linden, Alexander Klupping en Ernst-Jan Pfout. Ik heb het idee dat dit een beetje een vreemde eliteclub is. Maar wat nou als jouw dochter daar naartoe wil, meneer Video? Dan zeg ik, nee, dat mag niet, dat is verboden. Maar je kunt het toch niet tegenhouden? Oh, jawel hoor, ik verzin wel een manier. Maar god, oh jezus. Nou ja, goed. Mevrouw de burgemeester, dit is een beetje wat er mis is. Dit is één van de vele dingen die er mis is met Amsterdam. Ik heb een hekel aan jonge mensen. Die jonge mensen in Amsterdam, ja, ik vind ze ontiegelijk dom. En als ik de dingen hoor die uit hun mond komen, dan denk ik, oh, ik had gelijk. Ze zijn ontiegelijk dom. Wat afschuwelijk, hè? En mevrouw de burgemeester, wij zijn hier in Amsterdam, zoals u weet, vreselijk bezig met het vieren van diversiteit. Maar niet als het om elite politieke clubs gaat. Dan lukt dat ons gek genoeg niet. Zonde, hè? Ongetwijfeld heeft die BKB-academie daar een hele goede reden voor. En wij als Amsterdam ook. Ik las het gisteren, toen werd ik er goed ziek van. Uit het tussenjaar. Marijn. Zijn achternaam is wel cool. Super. Marijn, super. Wat staat er op zijn shirt? Pata. You. Al die tatoeages. Heeft hij ook allemaal... Oh, hij heeft ook tatoeages op zijn handen. Of niet? Zijn dat tatoeages? Dat vinden werkgevers leuk. Zichtbare tatoeages op je handen. Misschien... zo'n schorpioen in je hals doen, weet je? In Amsterdam Nieuw-West lopen een hoop jongens rond die fantastische kansen hebben op de arbeidsmarkt met tatoeages in hun hals. Oh, lieve mensen, help ons. Mevrouw Halsema, burgemeester, mevrouw de burgemeester, zou u naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen willen? Als een soort, weet ik niet, vakantie-studietrip? Ik niet. Al zou ik een miljoen euro toekrijgen. Alsjeblieft niet, zeg. Als er nou een land is waar verkiezingen niets meer zijn dan een soort media-poppenkast. Die compleet bepaald wordt door geld. En dat geldt voor de gehele Amerikaanse politiek. Hè, natuurlijk. Dan is dat land. In Amerika draait het gewoon om poen en media en bullshit. Ik ga het nog een keer zeggen. Kijk. Deze mevrouw. Ze maakt helemaal nul kans. Want ze wordt alleen maar zwart gemaakt. Hillary Clinton noemde haar een Russische spion. Bernie Sanders noemde ze nobody likes him. Maar dit is Tulsi Gabbard. En Tulsi Gabbard wil een einde aan al die oorlogen. En die wil al dat geld wat Amerika in wapentuig pompt, een kleine biljoen dollar per jaar, als je hun kernarsenaal en het Department of Energy meerekent, dat wil ze allemaal gaan beperken. Dus moet zij kapot. Deze mevrouw zou president van de Verenigde Staten moeten worden. Maar dat gaat helemaal nooit gebeuren. En de rest van de kandidaten zijn shit.
Ik heb dit voorspeld, mevrouw de burgemeester. Die impeachment die gaat nergens heen. En ik voorspel het volgende. De democraten die vreten elkaar op. En Donald Trump wordt weer president. En dan zitten we opnieuw 4 jaar opgeschreven met deze krankzinnige gek. Hij hoeft vrijwel niets te doen aan campagne. Dankzij Russia Gate, dankzij de hysterie rondom Hillary Clinton, dankzij de manier waarop de media hysterisch bezig is met resistance, dankzij de waanzin van Hollywood en dankzij Oekraïne Gate en deze impeachment. De gemiddelde Amerikaan, daar zijn deze kinderen van deze academie zo jongvolwassenen van deze academie zo in geïnteresseerd. De gemiddelde Amerikaan is helemaal spuugziek van de corruptie in het Amerikaanse politieke stelsel. En dat is de reden waarom ze voor Donald Trump hebben gekozen. Ze zijn het zat. Helemaal spuug en spuug en spuug zat. En dat is al jaren zo. Ik denk dat wat dat betreft Obama een beetje de druppel was. Die beloofde change. En stelde vervolgens een kabinet samen. Wat grotendeels bestond uit mensen van Wall Street. En later bleek dat het lijstje van kabinetsleden die hij uiteindelijk aannam, was samengesteld door niemand minder dan Citibank. Het is een beetje alsof ABN AMRO een mailtje stuurt aan Mark Rutte en zegt, hi, deze ministers willen we graag hebben. En dan zegt Mark Rutte, doe ik mevrouw ABN AMRO? Onvoorstelbaar. Dus deze kinderen gaan, een race is het niet, gaan de poppenkast bekijken. Proberen jullie allemaal niet te veel te drinken, kids. Want dat vinden papa en mama niks. Gedraag je een beetje. En als ik jullie was, zou ik Marijn een beetje in de gaten houden. Hij lijkt me de loose kennen. Och. Ik wil verhuizen, mevrouw de burgemeester. Ik wil weg uit deze stad. Ik trek het niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Hoe laat is het? Het is, weet ik niet. Net 6 uur. Ik ben nu al helemaal depressief. Gelukkig ben ik vandaag vrij. Ik ga een lang weekend in. Ik wens jullie allemaal een heel prettig weekend. En vergeet die Amerikaanse verkiezingen, lieve mensen. Het gaat helemaal nergens over. Tot de volgende keer.